Buckingham Palace bevestigt huwelijk Beatrice. Prinses Beatrice en haar verloofde Eduardo Mappelli Mozzi zijn vrijdagochtend in het huwelijk getreden. Dat heeft Buckingham Palace bevestigd nadat het nieuws uitlekte via diverse Britse tabloids. De ceremonie vond plaats in de kleine Saint Anne's kapel op het terrein van de Royal Lodge in Windsor. Zo'n 20 mensen waren er getuige van, waaronder koningin Elisabeth, haar man prins Philip en andere naaste familieleden. Ook Beatrice's vader, de in opspraak geraakte prins Andrew, was erbij. Coronacrisis. Bij Britse huwelijken mogen vanwege de coronacrisis sinds vorige maand niet meer dan 30 mensen aanwezig zijn. Ook moeten ze allemaal op ruime afstand van elkaar blijven. Eduardo en Beatrice, negende in lijn van troonopvolging, zouden eigenlijk op 29 mei trouwen in St. Ames Palace in Londen, maar dat ging niet door vanwege corona.